bij een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een quick morning routine voor het weekend. Ik zit natuurlijk ook midden in mijn stageperiode, dus het gaat allemaal net iets anders en sneller dan normaal. Allereerst word ik met moeite wakker en heb ik me vaak nog wel even 3 keer omgedraaid omdat ik er echt niet uit wil. Maar nu is het dan zover, ik ga lekker uit bed. En ik maak wat licht in mijn kamer. Het is hartstikke donker en als ik dan een beetje zonlicht van buiten krijg, want het is helemaal zonnig op deze dag, is het voor mij altijd wel even iets makkelijker wakker worden. Al ziet het er hier nog niet zo uit. Dan ga ik altijd even naar de badkamer om me in dit geval even te wassen. Ik heb gisteravond al gedoucht, dus dat was helaas niet meer nodig. Maar wel even lekker opfrissen. En natuurlijk ook altijd eventjes naar het toilet. Ik ging me hier eventjes wassen. Even lekker opfrissen. En ik was alweer klaar in de badkamer. Ik doe er vaak heel kort over omdat ik het eigenlijk gewoon heel vervelend vind. Ik ga liever gewoon lekker aan het werk. Maar dit is ook belangrijk. Zoals je misschien trouwens al heel erg snel kan zien, ik heb een aantal dingetjes veranderd in mijn kamer, maar dat zul je in de komende weekvlogs wel zien. Dan ga ik nu natuurlijk altijd even een outfit uitkiezen. Aangezien het vandaag zondag was en ik eigenlijk alleen maar huiswerk ging doen en heel misschien even boodschapjes ging halen, dacht ik, ik ga er niet moeilijk over doen. En ik kies gewoon een super lekkere en makkelijke outfit. En tadaa, de outfit is aan. Ik heb gekozen voor een zwart Evers t-shirtje. Of nou ja, met lange mouwen en een lekkere jongensbroek. Dan ga ik natuurlijk even snel mijn bed recht trekken. Al had ik er deze ochtend totaal geen zin in om dit überhaupt te doen. Maar ja, weet je, het ziet er toch anders wel wat beter uit als je het wel of niet doet. Dus ik dacht, waarom niet, we gaan het gewoon even doen. Het is een kleine moeite. En ik trok ook even mijn schoenen aan, want na deze video opnemen stond ik op het punt om lekker naar mijn opa en oma te gaan. Om eventjes daar te helpen met dingetjes. Dus ook trok ik even mijn schoenen aan, want dat moet gebeuren. En ik dacht, wat voor schoenen staan er nou in godsnaam bij zo'n broek? En toen dacht ik, ik trek lekker mijn Nike's aan. Lekker makkelijk. Schoenen zijn aan. En ik ga natuurlijk nog even mijn tanden poetsen. Ik ontbijt nooit in de ochtend. Ik ben er niet zo weg van. Ik ontbijt meestal heel laat in de middag dat ik gelijk mijn lunch heb. Ontbijt is niks voor mij. En er ging hier iets mis met het beeld. Sorry, maar dit was dus om te laten zien dat ik klaar ben met alles wat ik moest doen in de ochtend om me klaar te maken. Pak mijn tas. En ik ga er vandoor. Bedankt voor het kijken allemaal. Ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!